Hi vissen, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 2. En dat is van maandag 9 januari tot en met zondag 16 januari. Van de kaart geschud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het vissen alsof week 2 echt een week gaat zijn waarbij je ineens een bepaalde kans gaat krijgen en waarbij je ontzettend lekker gaat voelen. Ik heb wel het idee dat er behoorlijk wat voor je gevraagd wordt, maar deze week lijkt je het gewoon eigenlijk allemaal aan te kunnen. Ik heb het idee dat je heel goed bewust bent van hoe je zaken in evenwicht moet houden, hoe je ook nog voor jezelf goed kan blijven zorgen. En er is ook gewoon nog sprake van een nieuwe kans, van nieuwe dingen voor jezelf. Echt goed zorgen en dat er een stuk is waarbij je een bepaalde basis neerzet. En daar ben je naar mijn idee al vaker aan begonnen, maar deze week lijkt er gewoon een stuk te zijn waarbij je eigenlijk niet te stoppen bent en waarbij je ook heel erg gewaardeerd wordt. En dat is ook een stuk voor jou wat heel erg belangrijk is, dat mensen ook zien wat je daarin doet. Hè, je hebt een neiging om jezelf daar misschien naar de achtergrond wat te zetten, terwijl het toch een stuk is dat je wel heel vaak wel bepaalde dingen doet en heel veel bezig bent voor andere mensen, dat niet altijd opgemerkt wordt. Deze week heb ik het idee dat het ook opgemerkt wordt, maar dat je ook zeker gewoon je eigen stuk kan blijven doen. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden en ik wens je sowieso een super fijne week.